En de advocaat eist de vrijspraak. Want de daders hebben toch al HIV. Dat is geen argument. Het is geen argument. Het is hetzelfde als dat je zegt, ja, het heeft geen zin om vegetariër te worden, want die kip in de supermarkt is toch al dood. Nee, die kip is dood omdat wij met z'n allen vlees willen eten. Je moet het niet gaan omdraaien. Ja, ik kan hem net zo goed op zijn bek slaan, want hij heeft toch al een rotkop. Dat is geen argument. Paris Hilton moet 1,5 maand de cel in. En na 3 dagen krijgt haar advocaat haar even vrij. Omdat hij had gepleit, ja, ze heeft nogal last van claustrofobie. Dat is geen argument als je straf is om in een kleine ruimte te zitten. Dat is hetzelfde als dat de rechter zegt tegen Ali Chemicali, je krijgt de doodstraf. We gaan je ophangen. En dat die advocaat zegt, nee. Nee, hij heeft al last van een whiplash. Je moet wel de goede argumenten bij het goede zoeken. Maar zie ik afgelopen jaar in Nederland scholieren demonstreren tegen de 1040-uur-norm. Maar de redenatie is niet dat ze daartegen zijn. Ze willen rellen om te rellen. Dan zie je, scheid aan school! Scheid aan school! Zag ik één meisje, zag ik zo eieren gooien tegen een gebouw. Fuck het ministerie van Onderwijs! Klats! Fuck het ministerie van Onderwijs! Klats! Dit is niet het ministerie van Onderwijs, dit is de Tweede Kamer. Ja! Denk nou, 2000 uur zal beter voor je zijn. Rellen om te rellen.